Zo. De volgende. En dat is er wel een hoor. Dat is een bekende Ermeloer. Een BE'er. Ofwel, BN'er zelfs. We hebben er wel een paar hoor in Ermelo. Hans van Zetten. En ja, zometeen stapt er dus een bekende in. Wel eentje die donders veel verstand heeft van voetballen. Maar daar gaan we hem even op testen. Hé, hey, daar staat hij al klaar. Zijn prachtige, voor zijn prachtige woning. Daar zou je hem hebben. Goedemorgen Piet. Evert. Goedemorgen. Hallo, mag welkom. Ik, ja, mag ik in zo'n mooie auto zitten? Ja, je mag in zo'n mooie auto zitten. Man, ja. Dat is toch wat. Mooi hè? Ja. Ja. Goddel wel vast, hè? Ja, hè? Ja, want we worden in de gaten gehouden. Ja, zeker. Niet hetzelfde als die minister, weet nee, je nee, dat moet ik niet hebben, nee. Nee, serieus. Ja, dat zou niet best wezen. Zo, het is echt herfst, hè? Ja, ik vind het wel wat hebben, hoor, de herfst. Ja, die, mooi. Die kleuren van die bomen en alle bladeren. Ik moet wel om de twee dagen moet ik blad ruimen. Maar ja, ach, de gemeente haalt het keurig op trouwens. Dat is het risico van zo'n buurt, hè? Ja, precies. Ja, maar dat doet de gemeente Ermelo goed. Ja. Die halen dus 2-3 keer per jaar. Aan het eind van het jaar komt zo'n grote tractor met zo'n slang, zo'n blaasding. Ja. En die blaast het eerst weg en dan zuigen ze het op en... prima, ja, geen klachten over. Leuk. Hey, bevalt nog steeds heel goed in Ermelo, hè? Ja, wij wonen hier vanaf 1981 ongeveer, dus dat is al flink lang. Steeds in hetzelfde buurtje, ja. Prima. 1981 is bijna 40 jaar toch al? Ja, het is wat. En ben je toen gelijk lid geworden van EVC? Ja, EFC. Sorry. Ja, kijk, jij zit met die V van DVS, dat snap ik wel. Ja. Maar wel even serieus. Ja, maar de vierde klasse, maar wel even serieus. EFC, ja. EFC 58. Hé, hey, kies je nou bewust voor zo'n wat kleinere club ter compensatie van het feit dat jij natuurlijk wel, ik weet niet hoeveel belangrijke clubs hebt meegemaakt in je carrière? Nee, het is puur toeval geweest. Fineke, mijn vrouw. Ja. Die stond aan de Kantarel, aan school, die gaf daar les. Ja. En kort nadat wij hier woonden was er een personeelsuitje in een bowlingbaan of zo. Ja. En ik mocht ook mee en ik kwam in contact met Wim Landman, die daar ook onderwijzer was. Ja. En die zei, nou, we hadden het zo over voetbal, heb jij gevoetbald? Ja, ik heb vroeger ook gevoetbald, maar dan tijd niet meer. Ja. Want door mijn werk is dat gewoon lastig. En ja, toen zei hij van, zou je zin hebben om weer te gaan voetballen? Ik zei, ja, lijkt me wel wat ik kan proberen. Hij zei, nou morgen, dat was op een vrijdagavond, morgen spelen we een oefenwedstrijd. Kom dan, dan kun je misschien wel een helftje meedoen. Ja. Dat was in het veteranenteam van EFC. Dat was toen denk ik het 6e of het 7e of het 8e, toen hadden we nog veel leden. Ja. En ik heb een helft meegedaan en dat viel mij alleszins mee. En nou, toen ben ik maar lid geworden. Maar het had dus ook bij DVS of bij Horst gekund. Ja. Nee, het is puur toeval. Ja, puur toeval, ja. Ja, inderdaad, ja. Nou, kijk. Mooi hier, hè? Dat is heel eerlijk. De haspel, mooi hier. Ja, dit is prachtig. Ja. Dit is zo mooi. Dit is ook zo'n mooi fietsen, hè? Ja, wij fietsen veel. Wij hebben allebei sinds kort een e-bike ook aangeschaft. Zo. Ja, onze gewone boodschappenfiets die blijft staan in de schuur. En die gebruiken we dus om boodschappen te doen in het dorp. Ja. En voor lange fietstochten, mijn vrouw en ik zijn allebei liefhebbers van fietsen, gebruiken we de e-bike. Dan doen we een rondje Elburg of zo. Of een rondje Spakenburg. Ja. Hey, Evert, wat ik me afvraag. Hoe lang ben jij nu eigenlijk al officieel met pensioen? Officieel. Nou ja, je gaat met 65 met pensioen. Ik ben nu 75, dus 10 jaar. 10 jaar? Ja. En in die 10 jaar ben je misschien nog nooit zo druk geweest. Hartstikke druk, man. Als nu. Ik mag nou met jou een beetje door het buitengebied van Ermelo rijden. Ja. Ik moet om 2 uur naar de tandarts. En vanavond moet ik naar de Tamboer in Hogeveen met Fopper de Haan in het theater. Ja. Ja. Dat is echt gewoon in het theater? Ja, in het theater. Dat is waarschijnlijk ook uitverkocht? Ik heb geen idee, dat weet ik niet. Nee. Soms zijn er 200, soms 300, maar we waren een tijdje geleden waren we in Heerlen, in Zuid-Limburg. En Fop en ik reden daar naartoe. En toen zeiden we nog, nou, een Fries en een Drent in Limburg, dat wordt niks. Er komen 10 man vanavond, was uitverkocht.
Ja. En de volgende ochtend belde die directeur van het theater op en zegt: de mensen hebben een geweldige avond gehad. Nou, mooi, mooi toch? Ja, mooi. Echt mooi, ja. Ja. Maar ik ga ook met Andy van der Meijden wel eens op pad. Of met Wim Kieft of met Hans Kraai. En die doet ook zoiets, hè, in de auto. Ja, die doet het ook, ja. Ja, jij bent Andy en ik ben zijn gast. Ja, precies, ja. Kijk je wel uit, Piet. Heb ze nu dan wel hele wij zijn netjes en degelijk. Ja. Dat kan je van Andy niet altijd zeggen. Nee, ik zit ook wel eens met plaatsvervangende schaamte, hoor. Dan zitten we bij een bepaalde club samen met hem. Ja. En dan komt er een verhaal en dan denk ik, oh mijn god, hier hoor ik eigenlijk niet bij. Ik zou wel naar huis willen. Ja. René van der Gijp zou dat ook zo prachtig kunnen, denk ik. Ja, ja, maar met Van der Gijp kun je ook wel heel serieus over voetbal praten. Ja, zeker. Ik vind René een van de beste analytici op tv. Ja, dat vind ik ook. Hij heeft er echt kijk op en hij ziet ook alles. Ja, precies. Hij kletst niet uit zijn nek. Ja. Hij ziet alles, maar altijd met een soort humor. Dat was ook weer behoorlijk veel te doen om Ajax, hè? Ja. Doe je nog eens aan toe, die VAR. Volgens mij ben jij daar ook niet helemaal... weet je... Wij hebben met z'n allen die VAR omarmd. En dan moet je er ook doen wat die VAR dus zegt. Ja. Maar die goal van Ajax was dus in Nederland goedgekeurd geweest. Want dat systeem wat de UEFA gebruikt, hebben ze in Nederland niet. Ja. Dus die goal was in Nederland gewoon goedgekeurd. Ja, dat is dan het wrangen. En, je kunt... Dat is waar Ruud Gullit ook op doelde. Ja, we hebben al één keer gezegd, die VAR moet komen. Ja. Maar ik heb zoiets van, er was zonder VAR altijd gedonder en er is met VAR ook gedonder. Maar goed, ik vond Chelsea toch net even iets beter, hoor. Die waren toch beter? Ik zeg 10 minuten voor tijd, zeg ik tegen mijn vrouw, die gaan nog winnen, hoor. Ja. Ziyech en Tadić waren er niet. Weet je wat het is? Je moet echt in topvorm zijn. Ja, kijk, wij denken wel even van Ajax, die zijn zo vreselijk goed. Ja. Maar Chelsea is top van de Premier League. Ja. En dat is niet zo'n lullig competitietje natuurlijk. Ja, inderdaad, ja. Het was rijden nu langs VVOG, is dat? Ja, VVOG. Omdat binnenkort de derby is. Ook. Onder andere ook. Ja. Natuurlijk gaan we zo meteen de Toto natuurlijk even doen. Hè. DVS Vogt. Moet je natuurlijk twee trainers die elkaar kennen. Plug en Mulders, die komen toch allebei van Telstar? Heb je net gelezen? Ja. Ik lees trouw de krant, hoor. Leuk, hè? Pieter Mulder en Richard Plug. Ja. Dat is op zich wel heel leuk. Leuk stuk van Marco Jansen. Ja, dat is een leuk verhaal. 3 jaar geleden stonden we hier te kijken naar... toen was het 5-0 of zo, geloof ik niet. Jong Oranje? Jong Oranje. Nee. Maar vorig jaar met de derby was het toen niet 0-5 of zo. Ja, 0-6. 0-6, maar op een gegeven moment... Het was 0-4 en ik sta tussen een paar van die DVS'ers in. En ik zeg, nou, ik gun VVOG ook wel een puntje. Ja. Nou, ik moest vluchten. Ja, Jong Oranje toen. Ja, toen tegen Jong Ajax, weet je nog wel? Ja, ik weet het over. Toen zeiden we, toen zei jij nog van, moet je letten op die Frenkie. Toen zei ik, daar had ik al van gehoord, weet je wel. Nu Barcelona. Ja. Maar weet je wat is, Piet? Kijk, elke boerenkinkel... kon toen al zien dat die Frenkie heel goed was. Nou. En dat vind ik altijd zo mooi. En dan ga ik René van der Gijp spelen met die bril, weet je wel. Iedereen denkt dat hij die Frenkie was. Dat weet iedereen toch? Ja. Er zijn zoveel mensen die dan... Ja, Frenkie de Jong, die heb ik gescout. Frenkie de Jong, dat heb ik voor het eerst. Dat is allemaal geneuzel, joh. Dat gaat allemaal nergens over. Ja. Zulke grote talenten, die scouten zichzelf. Ja. Weet je wat ik het mooie aan jou vind, Evert? Dat je zo'n gewone boerenpummel gebleven bent. Ja, maar daarom ben ik ook in Ermelo gaan wonen. Ja. Maar een echte verslaggever die op potverdorie alles heeft meegemaakt in de wereld. Waar ik heel jaloers op ben. En wat altijd een beetje mijn voorbeeld is geweest. En die toch gewoon heel... Maar weet je wat het is? Kijk, Piet, ik kom uit Drenthe. Ja, dat is een pre. En mijn vrouw ook. Mijn vader ook. Hè? Ja, dat is de mooiste provincie van Nederland op Gelderland. Ja, zeker. Hè? Ja, absoluut. Ja. Maar toen ik dus van Drenthe, van de krant en de regionale omroep naar de landelijke omroep ging, naar de Gooise Matras, zeg maar. Ja. Toen zochten wij wel een woonplek van het moet wel gewoon volk zijn. Ja. Dat je ook plat kunt praten. Ja, precies. Nou, dat kun je hier dus wel. Dat kun je hier, absoluut. En dit lijkt natuurlijk, de mentaliteit van de mensen lijkt wel een beetje op die van Drenthe. De Drenthe zijn nog geslotener. Ja. Hè, maar als jij in Leuvenum en Speult en gewoon... Maar dat zijn gewoon mooie mensen, man. Ja. Daar hou ik van. Ja, dat is inderdaad geweldig. Hè? Ja. Ja, eergisteren met mijn kleinzoon en zijn verkering. Ook weer hier door die bossen heen wezen struinen met de fiets, jongen. Ja, nou, mooi, hè? Staven is zo mooi. Hè? Ja. Prachtig. Ja, hey,
Ja, het dorp Ermelo, dat gaat steeds meer evenementen organiseren. Hè? Ja, op het weitje, hè? Ja, dat is toch mooi. Er komt nu een ijsbaan. Ja, komt een ijsbaan. Mooi, man. Hey, hebben ze jou al benaderd voor commentator bij curling? Want er zijn al 40 ploegen die zich hebben opgegeven. Man, ik heb het gelezen? Ik heb het hartstikke druk, daar kom ik helemaal niet aan toe. Jawel, daar kom ik wel aan toe. Nee, weet je, want ik heb ook nog ik ben ook nog de stem. Dat heet in vaktermen de voice. Over ja? Van een aantal televisieprogramma's. Is een tijdje geleden is er uitgezonden van Meer dan Goud. Ja? Met een aantal oud topsporters, met Kim Lammers was daarbij, Bas van der Goor was daarbij, Hans van Breukelen. Ja? In het kasteel in Dalfsen. Erben Wennemars. En nu in de winter wordt er weer een soort programma uitgezonden. IJzersterk heet dat, of de IJzersterkste zoiets. Ja? Dat zijn BN'ers die dan gaan schaatsen. Ja. En dan moet ik ook weer de stem. Dan moet ik een x-aantal keren moet ik daar voor naar een studio toe. Ja. En ik niet. Mijn dochter Carrie is nu bezig met een programma over de provincie Drenthe, over de Hunebedden. Ja? Nou, daar moet ik ook weer de stem van doen. Dus ik heb het hartstikke druk, man. Max ook? Ja, dat is op Max. Ja. En ik lees op maandagmorgen lees ik nog boeken voor de Blindenbibliotheek. Ja. Dus ik heb het hartstikke druk, daar kom ik helemaal niet aan toe. Maar die curlingquiz was wel leuk. Ja, het was prachtig. Met Frans Bauer, die gekke vrouw. Waarschijnlijk ook naar aanleiding van Frans Bauer, hè, dat nu zo populair is. En waarbij jij dan commentaar gaf. Een klein rolletje, Frans Bauer was natuurlijk de man. Maar toch heeft het wel gewerkt, hè? Ja. 40 ploegen heeft. Ja, maar curling was toen net in Nederland ook een sport in opkomst. Ik dacht vroeger altijd dat curling was voor... Voor huisvrouwen die met een theepot over het ijs gooiden. Ja. Maar dat is een hele serieuze sport. Ja, maar ook schoolschaatsen en helemaal overdekt wordt het, dat weitje. Ik ben heel benieuwd naar die prachtig ijsbaan. Initiatief, toch? Of niet? En dan al die concerten natuurlijk. Ja. Maar zorg jij zit ook wel een beetje herrie, maar ach. Ja. Jij zit toch ook in een commissie om bewegen in Ermelo te bevorderen ook, en zo? Dat nieuwe sportcentrum natuurlijk. Hè. Ja. Daar ben ik met een aantal anderen ben ik daar ambassadeur. Hans van Zetten zit daarbij. Ja. En Paul Toes zit daarbij. En Jaap de Vries en zijn vrouw. Hoewel ik eigenlijk was ik er tegen dat hele nieuwe sportcentrum. Ja. Want ik vind eigenlijk nog steeds dat we samen met Harderwijk een nieuw sportcentrum hadden moeten bouwen op de Tonsel. Ja. Vind ik dat had heel veel geld bespaard. Maar dit plan is nog één keer aangenomen. Ja. En dan moet je er ook achter gaan staan. Moet je niet blijven zeuren. Nee, precies. Zoals mensen nu steeds zeuren over de Lelystad Airport. Daar word ik ook een beetje moe van. Ja, zeker. Er is één keer besloten. Er moet een nieuwe luchthaven komen om Schiphol te ontlasten. Ja. Nou, die komt in Lelystad. Dat veld is helemaal klaar. Ja. Het ligt echt helemaal klaar. Ja, alles en iedere keer zijn er weer van die mensen die lopen te mouwen en te zeuren. En die staan waarschijnlijk als eerste klaar. Om naar Ibiza te vliegen. Ja. Denk je niet? Ja, dat denk ik ook. Ze passen zelfs de wegen al aan. Dat is allemaal al in kannen en kruiken. Gaan we nu het boerengebied in? Ik ben het met je eens. Ja. Ja, ik ben wel. Ik vond die stikstofgebied, die boeren, man, die vond ik echt geweldig. Ja, mooi. Met die tractor. Ja, dat moet jou aanspreken. Ja, dat is prachtig. Dat is een rechtgaarde Drent. Ja, zeker. Ja. Maar het is wel een groot probleem. Dat vind ik dus wel. Ja. En dat moet wel. Wij moeten met z'n allen wel iets doen, vind ik. Ja. Er moet samen gewerkt worden. Maar wat? Ja. Maar hoe dat? Ik vind het moeilijk. De weg is hier afgesloten. Ja, zeker. De nog steeds. Ja, het is, er komt nieuw asfalt. Ja, er komt nieuw asfalt. Ja, ze zijn wat verlaat door de vele regenval. Die zal nu in Zuid-Frankrijk zitten. Dat is ook lekker. Goh, op vakantie. Jongen. Dat is een zootje. Maar je bent nog steeds sportief ook, Evert, hè? Je skiet onder andere. Ja, toch? Ik ben voorzitter van de skiclub Ermelo, hè? Zelf benoemd. Ja, ik heb mezelf benoemd. Het is een goede club, hè? Lopend, loopt als een team. Een stekende club, ja. Geen gesodemieter, niks. Ja. Wordt gewoon dictatoriaal geleid. Ja, precies, zo is dat. Ja. Zo nu dan zijn die pistes niet helemaal in orde. Nee, maar heb ik niet in de hand. Dat heb je niet in de hand, hè? Nee, de reisorganisering, dat is allemaal iedereen. De lekkere ijsplaten, Evert, hebben we daarvan genoten. Ja. Ik tennis nog steeds op donderdagmorgen met een stelletje mijn oude mannen. Ja, en scheidsrechter, hè? Je bent 75. Ja, en scheidsrechter. Ja, dat is goed. Ja. Goed. Ja. En ze nu dan natuurlijk mooie reizen maken, hè? Zuid-Afrika kun je natuurlijk op je duimpje. Ja, Nieuw-Zeeland gaan we naartoe. Nieuw-Zeeland, hè? Ja. Ja. Ik wil tegen op, hoor. Lange vliegreis. Dat is heel lang even. Zit je 20 uur met je knieën achter je oren. Ja, tussendoor ook veel bewegen, hè? Ja, je moet er wat voor over hebben.
door dat vliegtuig. De wens van de directie thuis, Piet. Ja. Ja, 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 die dat, wilde dat graag. Ja, vermoed ik al, ja. Ik vind 10 uur vliegen vind ik net het maximum. Ja, je pakt toch gewoon wel even... Dan kom ik net in Johannesburg. 10 uur. Rugbywedstrijd pak je wel even mee, hè? Nou ja, als ze daar rugby gaan spelen, ga ik wel even kijken. Ja, even de... Ik heb in Zuid-Afrika wel eens rugby gezien van de Springbokken. Ja. In Pretoria. Ja. Ho, ho, ho. Daar is DVS tegen VVOG niks bij, hoor. Ja, dat geloof ik. Ja, dat geloof ik. Ja, zeker. Het is ook mooi hier, hè, de Ermeloze Hei. Ja, dit is allemaal zo uniek. Ik heb jaren geleden werd ik een keer gebeld door toen nog de AVRO, het is nu AVRO Tros, ja, of ik mee wilde doen aan het mooiste plekje van Nederland. Ja. Ik zei, dat is goed. En toen ben ik daar midden op de hei gaan zitten, ja, met een cameraman. En heb ik verteld waarom ik dit het mooiste plekje van Nederland vond. Dat weidse uitzicht, weet je wel. Dat is zo mooi. De rust die daarvan uitstraalt. Ja. Toen was ik net de avond van tevoren was ik in het Bernabeu. En de ochtend daarop zat ik daar op de hei. En toen dacht ik eigenlijk, is dit veel mooier. Ja. Bernabeu is natuurlijk, ja, dat vind ik het stadion van, met Old Trafford. Ja, Old Trafford van Manchester en Bernabeu. Dat vind ik, dat is helemaal top. Wat ik mij afvraag even, hè, wat als commentator, hè, wat vond je nou het mooiste wat jij ooit hebt meegemaakt? Ja. Het mag er maar één zijn, hè? Dan zeg ik de Elfstedentocht. Ja, hè? Ja. Dat vermoed ik al. Ja. Daarachter op die motor dan aan het eind, weet je, dat gevecht. Even. Man, man. En jij won hem, dat gevecht. Ja, tuurlijk, man, prachtig. Ja, man. Ja, weet je, omdat het ook zo puur Nederlands is. Ja. En ook omdat... Ik denk dat het nooit meer terugkomt. Ik ben er ook bang voor. De opwarming van de aarde. We hebben geen week meer strenge vorst. Dat heb je nodig. Ja. Ja. En je moet 20 centimeter ijs hebben, Pieter. Dat is zoveel. Dat is veel, hoor. Ja. Maar goed, dan kan ik in ieder geval zeggen... als ik echt ooit nog in het bejaardenhuis kom... van ik ben er 3 keer bij geweest. Ja. Ja. Je voelde je natuurlijk heerlijk thuis, te midden van die hele gewone, die gewone schaatsers. Erik Hulse, Henk Angenent, Evert van Bentham en zo. Geweldig. Dat is toch ander volk dan, dat voetbalvolk? Ja, maar ja. Kijk, de voetballers mogen dan miljonairs zijn, de toppers. Maar de broertjes de Boer hebben wel eens tegen mij gezegd, die zaten dan op de camping in Garderen. En dan kwamen ze op de fiets naar Ermelo. Ze zijn wel eens bij ons thuis geweest ook. En dan zeiden ze, Evert, als wij op het veld staan, willen we gewoon winnen. Ja. En dan telt geld niet. Zo is het wel. Ja, zo is het. Ja, zo is het absoluut. Ja. Ja. Waar gaan we naartoe, Piet? Ja, we gaan hier rechtsaf. Hè? Oh, naar de Wilde Zwijn, hè? Oh, ja. Oh, bij Boshuis 3 langs. Ja. Ik ben een paar dagen geleden nog met mijn zwager en mijn zusje uit Drenthe. En Carrie, onze dochter, en de kleinkinderen, Pim en Lotte, ben ik nog bij Boshuis 3, heb ik die wandeling gemaakt. Ja. Over die camping daar, dat is mooi, man. Ja, ja. Oh ja, die camping. Ja, dat is een mooie camping. Natuurcamping, hè? Ja. Dat is prachtig. En Boshuis 3 is natuurlijk toch ook altijd een mooi punt om na een wandeling of een fietsstop even een bakkie te doen. Oh, zo mooi. Nee, Piet Schrijvers, die komt daar altijd, dan doet hij net alsof dat is... de zondagse kerk. Zo doopte hij Boshuis 3. Als andere mensen naar de kerk gaan, dat is mijn kerk. Ja, nou, dat heeft wel wat. Ja. Ik dacht nog even van dat ik jou ook wel zou zien in de dorpskamer bij die uitreiking van dat boek van Piet Schrijvers. Ja, daar was ik ook voor uitgenodigd, maar ik kon niet. Oh. Ik had een andere afspraak. Ik heb namelijk ook nog in die documentaire over Piet, heb ik ook nog een rol gespeeld. Ja. Allerlei anekdotes opgehaald van wat ik van Piet wist en zo. Dus daar had ik wel een redelijke rol in. Ja. En ik vond het ook wel heel vervelend en heel lastig, maar ja, ik had een afspraak en daar kon ik niet onderuit. Ja, nee. Maar ik zie Piet nog af en toe wel eens lopen. Ja. Ja, en Katie. Ja. Het was een mooie bijeenkomst. Ik ben blij dat ik dat gesigneerde boek heb. Ik heb hem in één zucht uitgelezen. Ja, dat geloof ik wel. Valt mooi, hoor. Ja. Mooi, echt mooi. Ja. Mooi verhaal. Ook zo recht toe, recht aan. Piet is een mooie kerel en Katie ook, dat is een schat. Ja. Gewoon losroepen, omdat je weet dat die aanvallers als de dood zijn. Ja, die ging helemaal aan de kant, hoor. Gewoon nou. Oh, dat is toch wat. Hè? Piet ging altijd met zijn beide knieën vooruit. Ja. En dan kwam dat grote lichaam. Ja. Dan was hij wel weg. Behalve Kees van Kooten. Die was niet bang voor hem. Nee, maar dat is ook zo'n figuur. Die was niet bang. Keurneiter. Ja.
Ja. Zo heb je ongetwijfeld meerdere anekdotes even, of niet? Ja, ja, weet je wat ik ook altijd een prachtig verhaal vond? Dat was van Rinus Issel en Theo Lazaroms bij Feyenoord. Ja. En toen was ik nog maar net eigenlijk bij de omroep, bij de radio. Ja. Daar deed ik toen verslag van Ajax Feyenoord in het Olympisch Stadion. En dan zeiden of Rinus of Theo zeiden tegen Cruijff en Keizer niet in het strafschopgebied komen vandaag. Want dan schoppen we je helemaal door midden. Dat deden ze ook gewoon. Hè? Ja. Goh, ja, dat weet ik ook nog wel. God. Ja. Dat was ook een stel, ja. Ja, dat was niet te klassen. Willem van Hanegem natuurlijk. Theo Lazaroms eigenlijk nog in het Nederlands elftal gezeten, of niet? Wie? Een blauwe maandag, denk ik. Theo Lazaroms? Ja, die heeft in het Nederlands gespeeld. Ja, toch? Niet zoveel. Ja, maar Rien is ook eigenlijk niet zoveel. Nee. Maar die was vaak geblesseerd. Maar Willem van Hanegem was ook mooi. Als trainer, weet je wel, tegenwoordig hebben trainers allemaal laptops en allemaal ingewikkelde dingen. Ja. Maar Willem was trainer en dan was er een bepaalde wedstrijd waar ik dan naartoe moest voor verslag. En dan zat je in de perskamer even koffie te drinken en zat Willem er ook gewoon. Ja. En dan zei je tegen Willem, moet jij nu niet naar de kleedkamer, naar de spelers? En dan zei hij altijd, denk je dat het dan beter wordt? Ja, ja. Hey, wat vind jij nou een hele sfeervolle club? Je komt de bestuurskamer en je denkt, potverdorie, wat is dit? Ja. Toch heerlijk om hier te zijn. Of wil je daar geen... Piet, ik kom nooit in bestuurskamers. Nee? Nee. Daar voel ik me niet thuis. En wat ik wel doe... Heb je dan een perskamer of zo? Ja, elk stadion heeft een perskamer. Ja. Hè? De ene is groter dan de andere. Daar kom je dan? Ja, bij Feyenoord bijvoorbeeld krijg je altijd bij de koffie van die roze koeken. Ja. Van het roze fondant bij je vullingen uit je mond vallen, weet je wel. Maar dat is al sinds ik in het vak zit, is dat zo. En dan stop je dan een gulden of een euro in het koffiepotje voor die dames die daar staan. Ja. En na afloop krijg je altijd een broodje kroket. Nou, dat is toch werelds gewoon. Ja, ja. Maar wat ik meestal doe is, als ik in een stadion kom, ik ben er meestal 2 tot 2,5 uur van tevoren ben ik er. Ja. En dan ga ik meestal eerst even naar het materiaalhok, waar de materiaalmensen zitten, want die weten namelijk alles. Ja. Die vertellen jou ook dingen die jij dus anders niet hoort. Dat is heel slim. Die maken natuurlijk al die trainingen. Tuurlijk, die weten alles. Die weten alles van spelers ook. Ja, 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 ja. Dat was laatst bij FC Groningen. Daar heb je Betje en Johan. Dat zijn gewoon vrienden. En die zetten dan zelf koffie. En dan, hey, even mooi dat je er bent. Maar eerst bak je koffie doen. Ja. Dat is goed. Ja. En dan was er dat gedoe over die transfer van Doan. En Groningen wilde daar niks over zeggen. Ja. En ik zei tegen Pascal Kamperman, die de presentatie moest doen en het verhaal moest vertellen. Ik zei, wacht maar even Pascal, ik ga wel even naar mijn vrienden. Binnen 10 minuten weet jij hoe het in elkaar steekt. Ja. Dus ik zeg tegen die jongens, ik zeg, die Doan, die is weg hè? Ja, die is weg en naar PSV touw. Ik zeg, hoe zat dat met dat geld dan? Ja, 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 nou ja, dat zat zo. Dat deed de club en dat deed een sponsor. En dat was voor Doan zelf en dat voor zijn agent. Ik zeg, mooi zo jongens, dankjewel. Is het niet van mij, hè? Ik zeg, nee, natuurlijk niet. Dus ik, nou, Pascal, ik zeg, nou zo zit het in elkaar. Ja. En die vertelde dat verhaal voor de televisie waarop de persman van FC Groningen ontplofte. En zei, hoe kom je aan dat verhaal? Ja, zeg Pascal, gewoon je werk doen. Toch? Ja, ja. Maar niet vertellen van wie natuurlijk, dat doe je niet. Ja. Nee, mooi man. Ja, geweldig. Ja, dat zijn de mooie dingen. Ja. Soms zeg ik wel eens van, ik zeg ook altijd tegen jonge collega's, niet de hele tijd in de perskamer blijven zitten, rondlopen door de wandelgangen. Ja. Daar hoor je de verhalen. Ja. En dat is ook zo. Dat is mooi. Ja. Zo vind ik dat Podium TV, ken je dat? Ken je dat? Ja, Podium TV voor de drie bovenste provincies. Ja, die doen derde divisie en zo, weet je, ook rechtstreeks. Ja. Maar diegene die daar dat verslag van doet, die zie ik dus gewoon een half uur met Richard Plug praten over van alles en nog wat. En in zijn commentaar wist hij dus gewoon dat Basile Camara, een verdediger van DVS, die ken ik wel. Dat hij gewoon bij de molenaar nog wel eens een biertje drinkt, weet je wel. Ja, ja. Dat zijn mooie dingen. Ja, ja, maar als hij bij de molenaar een biertje drinkt en zaterdagmiddag gewoon heel goed speelt, dan heb ik er geen problemen mee. Toch? Ja, precies. Ja, zo is het. Het gaat wel om, in Engeland drinken ze een half uur voor de wedstrijd drinken ze nog glas wijn. Ja. Daar heb ik het ook altijd heel goed op gedaan. Het gaat erom op het veld. Hè? Want ik hoor ook wel eens verhalen van trainers. Ja, hij heeft goed getraind van de week. Ja, wat interesseert mij dat hij goed getraind heeft. Ja. Hè? Ja. Het gaat er toch om wat hij in de wedstrijd laat zien. Ja, precies. Ja, zo is dat. Hey, Ajax Feyenoord zondag. Ja, nou ja. Wordt het? Ik heb Feyenoord weer gezien tegen Young Boys Bern. Ja. Dramatisch. Ja.
En, maar Ajax tegen Chelsea was ook niet goed. Nee. Maar normaal gesproken wordt het 3-4-0 voor Ajax. Ja. Maar als ik Jaap Stam was, dan zou ik gewoon met 5 verdedigers gaan spelen. Ja. Hè, 3 centrale, 2 backs hoog en 2 spitsen. Ja. Met Berghuis en bijvoorbeeld, ik weet niet of Jurgensen fit is, maar dat weet ik gewoon niet. Ja. En dan zou ik gewoon de boel dicht timmeren. Ja. En tegen Ajax zeggen van kom maar jongens, dan zien we dat je er doorheen komt, toch? Ja. Hij heeft niks te verliezen nu. Nee, precies. Hij moet alleen zorgen dat hij niet met 3, 4, 5-0 op zijn kloten krijgt. Ja. Want dan is hij aan de beurt volgende week, denk ik. Ja. Ja, en dan in het verlengde daarvan, volgende week, we hadden het er net al over, reden we langs VVOG. DVS VVOG. Ja. Durf je daar een einduitslag te geven? Nou, nee, niet echt. Ja, ik weet dat DVS heel hoog staat. Hè. Die draaien mee in de top. Ja. VVOG heeft het heel moeilijk, zeker in het begin. Ja. En, maar ja, het is in Harderwijk, hè? Of is het in Ermelo? Het is in Ermelo. Ja, dan wint DVS makkelijk. Maar de vorige keer was dat niet zo, hè? Nee, dat was niet zo. Toen dachten ze allemaal, en jij ook een beetje, Piet, van nou, we rollen dat VVOG wel op. Dat dacht ik echt, ja. Maar een derby is altijd een andere wedstrijd. Precies. Hey, ik heb geen idee, joh. Weet je, ik vind over het algemeen voorbeschouwingen ook vrij nutteloos. Ja, eigenlijk wel, ja. Want dan zitten ze een half uur of drie kwartier, soms een uur voor de wedstrijd, zitten ze te neuzelen over het zal wel zo en het zal wel zo en het zal wel zo. Ja. En dan blijkt in één keer... Nou, en de vorige keer ook met de Ajax Feyenoord, dat Sint-Justen na 5 minuten een rode kaart krijgt. Ja. Ja, dan is het hele verhaal toch weg. Dat is voetballen. Ja, gewoon lekker voetballen. Ja. Ja, en oké, een paar reacties na afloop halen. Ja, en dan klaar naar de kantine en een biertje drinken en bitterballen door laten komen, toch? Precies. Je had het al een paar keer over Carrie. Als Carrie op televisie, hoe kijk je daarna? Als professional of als gezinslid? Ja, als papa, trotse papa. Ook als papa. Ja. Ja, tuurlijk, trotse papa, dat wel. Ja. Maar als ik haar daar zo zie, dan denk ik, nou, jij kan het wel. Ja. Ja. Dat ben ik volkomen met je eens. Zoals maar, dat scootjes ziel, hè? Dat volgde ik ook. Dat vond ik zo mooi, dat deed ze zo goed. Zo makkelijk. Carrie heeft iets natuurlijks op het scherm. Ja. Dat is niks gekunsteld of niks gemaakt. Ja. Zo is Carrie. En dat heeft ze wel een beetje van de moeder ook. Ja. Natuurlijke charme. Kijk, ik ben meer een hork die niet op het scherm komt. Ja. Ja, er zei laatst iemand tegen mij, we zien u bijna nooit op tv. Ik zeg, dat is ook beter voor je toestel. Maar kijk, het gaat altijd over Carrie. Maar ik zeg altijd, ik heb ook een zoon. Ja, daar wilde ik net over hebben. Hoor. Is, wilde ik net over hebben, hoor. En die hartstikke goed in zijn vak is. Ja. Hè, waar Jan van den Berg nu directeur is bij Vincino. Dat is natuurlijk een prachtig bedrijf. En daar moeten we ook trots op zijn. Ja, absoluut. Dus en Rick die doet het ook hartstikke goed. Ja. En die restaureert ook nog klassieke Porsches. Dat is ook mooi, toch? Ja. Absoluut. Over Vincino gesproken. Vincino Dekker. Gaan we Spakenburg spelen. Spakenburg, hè? Ja. En de blauwe, ja. Ja. Dat is ook wel verrassend. Ja, dat is inderdaad die verrassend. Deed toen in dat potje waar wij het over hadden. Ja. Even deed geleden, toen Frenkie de Jong zo goed was. Ja. Toen was hij ook goed. Ja, toen was hij goed, ja. Maar, ja. Maar weet je, een groot talent, dat wil nog niet altijd zeggen dat hij ook doorbreekt. Ja. Er zijn knieblessuren. Factoren. Ja, levert altijd... Ja. Problemen. Lastig hoor. Ja, lastig, hè. Ja, maar hij doet me altijd denken aan Piet Keijzer. Een klassieke linksbuiten met een schaar, een versnelling en een goede voorzet. Ja. Maar volgens Jaak Zwart de beste voorzet van Ajax ooit. Ja, ik hoop dat Gino nog weer zijn niveau gaat halen. Ja. Hij is nog jong, het kan nog. Ja. Ja, zou mooi zijn. Denk je dat? Nou ja, het kan wel. Meestal is het zo van als de kop een bepaald goed is, niveau hebben en ze kiezen voor een club. Begin 20. Ja. Als de kop goed is, dan... Ja, 22 is die nog maar. Ja, daarom. Ja. Heeft hij bij jou in de klas gezeten, ik ben heel Piet? Benieuwd. Hij heeft niet bij mij in de klas gezeten, wel op dezelfde school. Oké. Okay. Ja. Ja, hij had bij jou in de klas moeten zitten. Ja, dat vond hij zelf ook, ja. Ja, dan had hij meer karakter in zijn donder gehad. En dan had hij ook meer meegedaan. Want ik zag hem bijna altijd... aan de kant zitten, weet je wel. Dan had hij een of andere smoes tegen die lerares, mijn collega, van belangrijke dit en zus en zo. En ik denk, jongen, doe nou gewoon mee met gymnastiekman. Ja. Maar goed. Ja.
We zijn er weer bijna, jongen. Ja, nou ja, ik ga me nu prepareren op de vragen die ik aan Foppen moet stellen vanavond. Ja. Nee, dat doe ik echt niet. We beginnen gewoon, weet je, we gaan zitten. Ja. En ik weet nu absoluut nog niet hoe ik begin. Ik heb wel een aantal leuke dingen met hem. Ja. Hè, kijk, hij is, net als ik, heeft hij liefde voor Zuid-Afrika. Hij is daar coach geweest. Ja. Hij is bondscoach geweest van Tuvalu. Dat is natuurlijk al een prachtig verhaal. Ja. En zijn liefde voor Heerenveen. Hè. En nou ja, goed, we bespreken nog even de Europese week na. Heb jij ook wel een beetje liefde voor Heerenveen? Heerenveen is een mooie club. Ik ben daar wel eens een keer jou tegengekomen. Mocht ik ook daar voor zo'n omroepje daarboven. Zeker, mooie club. Ja, een prachtige club. Maar met Foppen kun je het ook over de Brexit hebben bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat is toch ook leuk? Ja, dat is prachtig. Dat is prachtig. We ben er weer. Mooi plekje, Piet. Hey, ja, mooi plekje. Ja, toch? Ja, boswater. Zeker. Bos en water. Dat hebben wij er niet op gezet. Nee. Dat is van degene die het huis gebouwd heeft. In het bos en ook bij het water bij het Veluwemeer. Daarom is Ermelo gewoon een hartstikke mooi plekje. Toch? Hartstikke mooi plekje. Ja, zeker. Nou, we zijn er weer. Hey. Hey, bedankt. Yo. Hartstikke goed. Mooi, hè? Gaat vanzelf, hè? Ja. Oké. Okay. Bedankt. Heb je het wel opgenomen? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik ga zo meteen doe ik weer een eindpraatje. Ja. En dan, het is toch een half uur geworden. Nou, ja? Ja, lang. Ja. Vanavond moet ik een uur en een kwartier. Oké. Okay. Piet. Hey, succes ermee. Groet aan Gilda. Doe Foppen de groeten. Ja, zal ik doen. Jo. Jo. Hey, doeg. Hoi, hoi. Bedankt, hè. Jo. Zo. Nou, spraakwaterval. Ik hoef niet zo heel veel te zeggen. Ik heb wel genoten. Fantastisch. Ja.